Natuurlijk hadden ze bij deze sportschool in de pijp er al op ingespeeld door bijvoorbeeld, zoals in dit geval de yoga, online aan te bieden. Dus we kunnen wel even kijken. Oké, heel goed. Nou, gaan we naar de volgende houding, naar de half saddle. Maar de ondernemer hoopt op meer en heeft al ideeën hoe. Waar je aan zit te denken is natuurlijk dit soort dingen. Dat je zegt van nou, we hebben 3 apparaten, 1 plakje af. Dan kunnen ze dus het eerste apparaat gebruiken, het tweede niet, het derde wel. Bij de vorm ook afgeplakt en dan de laatste weer om toch die 1,5 meter ruimte te krijgen. Maar in een club zoals hier is het echt heel lastig. Want een kleine ruimte en veel leden. Bij dit hotel in Oost hebben ze de tafeltjes in het restaurant en in de conferentiezaal ook vast langs de coronalat gelegd. Nu nog, en ze hebben de luxe van ruimte, het terras. Perfect. Veel. Maar tussen de gasten. Ja. Ik wou net zeggen, en doen nu eens even verticaal. Ja, dat weet je niet. Nee, dat red je niet, maar als het goed is zit je dan hier en dat moeten we dan straks controleren met je partner. Oh, op zo'n manier. Ja, dat mag dan wel. Kortom, er zitten nog wel wat haken en ogen aan, erkennen ook de ondernemers. En met de 1,5 meter economie zijn ze nog lang niet uit de brand. Maar toch hopen ze dat er iets van verlichting voor hen in aantocht is. Ik denk dat het goed is dat we langzaam niet totaal isoleren, maar dat we langzaam ook wel wat in gang brengen. En ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met de kwetsbare groep, maar de hele groep van personal trainers en klanten die veel sporten, die weerbaarder zijn, zou ik interessant vinden om die juist te laten sporten. En, alleen die moeten niet weer met kwetsbaren in contact komen. Dat is het moeilijke. Is dit 1,50? Zeker. Dat is meer, hè, dit. Ja, maar tussen de gasten. Oké, dus iets meer. Is dat goed? En denk je niet eerlijk gezegd dat 28 april iets te positief is? Voor de horeca zeker? We hadden het net over hoop. Ik denk dat het voor een groot gedeelte van de horeca nog niet haalbaar is. Maar er moet nagedacht worden over hoe ga je ermee om als de tijd rijp is.